ik ga jullie vandaag mijn daily make-up routine laten zien. Grapje. Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik een hele toffe challenge doen. Ik ga namelijk de 100 layers of make-up challenge doen. En dan niet zomaar de 100 layers of make-up challenge doen, waarbij je of 100 lagen foundation of 100 lagen liquid lipstick opdoet. Maar ik ga en 100 lagen foundation en 100 lagen liquid lipstick opdoen. Ja, dus ik noem deze video de Ultimate 100 Layers of Make-up Challenge. Ik ga beginnen met de foundation, want dat lijkt me wel het handigst. Dus ja, laten we beginnen. Normaal gesproken gebruik ik altijd mijn beauty blender voor het aanbrengen van foundation. Maar ik ga het nu gewoon met een kwast doen van Zoeva. Dit is de Buffer Kwast. Here it goes. Laagje nummer 1. Oh, er zit een klontje in. Oh, dit is wel een hele dikke foundation die ik heb uitgekozen. En dan gaan we vrolijk door met laagje nummer 2. Hoe netjes moet je dit doen ook? Oh, het voelt nu al als heel veel. Ik draag altijd maar 1 laagje namelijk. Dit wordt nummertje 3. Dit is een beetje hoe ik me Barbie van ogen voorstel. Oh jongen, die kwast. Gelukkig ruikt deze foundation wel lekker. En laagje nummer 20. 1/5 al jongens, woehoe. Ondertussen is mijn arm al aardig lang. Dus ik denk dat ik straks even een pauze moet inlassen. Het zit ook allemaal in mijn haar. Dus ik ga mijn haar maar even vastdoen, denk ik. Zo, dat voelt een stuk beter aan. Dan gaan we maar weer door naar laagje 24. Yay! Oeh, ik kreeg bijna mijn ogen niet meer open. Maar ik wil te zeggen, ik ben al op een kwart. Foundation op mijn shirt. Nou ja, dat was te verwachten. 50. We zijn op de helft. Ik zal jullie even mijn kwast laten zien. Het is gewoon echt een soort verfkwast geworden nu. Je zou misschien denken dat je hier weinig van voelt, maar mijn hele gezicht tintelt gewoon. Het prikt gewoon. Vooral op mijn ogen. '70. We komen al in de buurt. Zie je eigenlijk wel verschil, vraag ik me af, met bijvoorbeeld 40 lagen en 70 lagen. 73. Ik wil eigenlijk niet meer zoveel op mijn ogen doen. Maar ja, het hoort er wel bij. 75. 3/4 jongens. Olé. Volgens mij heb ik echt al een paar keer verkeerd geteld. Dat ik of eentje heb overgeslagen. 85. Of dat ik, hoe heet het, een dubbele geteld heb. Maar ja, maakt niet uit. '90 jongens. Nog 10. Molly. Mijn hond doet even gek. Molly. 95. Nog 5 jongens. En mijn hond wordt gek op de achtergrond. 99. En de laatste. 100. Ik zal jullie even proberen te vertellen hoe het voelt. Het voelt zeg maar, zoals ik net ook al zei, alsof ik een masker op heb. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dan wat ook helemaal in mijn ogen zit en zo. En dat is niet echt de bedoeling. Het voelt super nat en plakkerig. Mijn hele huid tintelt. Dus ik ben bang dat mijn huid ook morgen vet geïrriteerd is. Ik zal jullie even van dichtbij laten zien en laten horen hoe mijn kwast nu klinkt. Dus, zo zie ik eruit van dichtbij. Je ziet bijna mijn wenkbrauwen niet meer.
Kijk hoe erg ik glim. Het ziet er zo vettig uit. En zo voelt het dus ook. Het voelt gewoon precies zoals het eruit ziet. Vet goor gewoon. En dit is mijn kwast op dit moment. Moet je even horen. Wacht, ik kom heel dichtbij. Hoor je het? Zo vies. Oké, ik heb dus net 100 lagen foundation opgedaan, hè. Maar nu ga ik ook nog 100 lagen liquid lipstick opdoen. Dat leek van tevoren een heel goed idee, maar nu wil ik het liefst dit er allemaal afhalen. En dan heb ik echt zoiets van, waar ben ik aan begonnen? Maar ja, ik ben al helemaal bezig. Ik ga het gewoon afmaken ook. Ik lijk wel een monster. Ik heb hier mijn potje met uitgezochte liquid lipsticks. Dus laten we gaan beginnen. Laagje nummer 1. Lekker over die foundation ook heen. En daar gaat nummertje 2. Oh, mooie ombre lip. En nummertje 3. Hoe doen mensen dit? Want het moet toch steeds drogen elke keer tussendoor. Was dat nou nummer 6 of nummer 7? Dan moet ik weer alles gaan terugkijken. We zijn al op een 10e. Woehoe. Het voelt alsof mijn neus loopt, maar dat is gewoon die foundation die goor is. Oké, 20 laagjes, 1/5 jongens. Come on! Yes jongens, dit was laagje nummer 50. Oh, ik voel me helemaal zo Marijke Herbeger. Let's continue. 51, 52. Eigenlijk zou je echt elke laag helemaal super goed moeten laten drogen. Nog 40 te gaan. Het brokkelt aan alle kanten. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Liquid lipstick. Oh my god. Ik wil mijn mond nu weer open doen. Ik wil niet meer praten. Het klinkt zo goor. Het voelt zo goor. Echt. En die foundation. Die is gewoon al een soort van opgedrukt. Dus er zitten nu 100 opgedrukte lagen foundation op mijn gezicht. Dus ja. Dit is het eindresultaat. Very pretty. Ik lijk al een soort van alien. Zonder wimpers. Zonder wenkbrauwen. Met die vieze lippen. Plakkaat. Vies. Oké, ik ga het er nu afhalen. Mocht je trouwens willen zien hoe het eruit ziet, hoe je dit er allemaal afhaalt, moet je even mijn weekvlog kijken dan. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, tot de volgende keer. Doei! You give more sun to a sunny day. Add more fun to the games we play.